Ja, het is een loonset. En, het was een van de, was het duurste loonset dat we verkochten. Hing een verkoopprijs van €1.799. Maar hij is wel weg dus. Niet alleen een tuinmeubelset, ook andere spullen die niet door de brand zijn verwoest zijn gestolen. En dat terwijl het terrein is afgezet met hekken. Dieven slaan een slag, blijkt een week later. Schapdragertjes, roosjes, van alles wat. Die kunnen nog verkocht worden? Nou, er is al in geplunderd. Dus we zijn al spulletjes kwijtgeraakt. En, voor zover er nog van over is, proberen we dat in onze andere vestiging maar te verkopen. De bouwmarkt heeft de politie op de hoogte gebracht van de plunderingen. De eigenaar van de Apeldoornse karwei komt uit Frankrijk en kwam vorige week al kijken. Het is de bedoeling dat er binnen 1 jaar een nieuwe bouwmarkt komt te staan. De 43 medewerkers worden in goed overleg tijdelijk ergens anders geplaatst. Dat geldt ook voor de vestigingsmanager. Ook ik heb morgen geen werk meer, hè? Of tenminste, niet veel meer te doen. Dus als alles afgewikkeld is en alles afgehandeld is, dan ga ik kijken wat de organisatie voor mij in petto heeft. Naast de verwoesting en de plunderingen staat er ook nog iets overeind dat niet gestolen is. De winkelwagenzuil. Dit soort zaken dat wordt zo goed mogelijk gedemonteerd en dat gaan we opslaan. Dat we het weer opnieuw kunnen gebruiken, mocht dat nodig zijn. Deze week wordt waarschijnlijk gestart met het opruimen van het puin op het terrein.